De vissers van Nikeri zijn niet tevreden met de behandeling die ze krijgen van het ministerie van LVV. Reporter Sifra Goudland was in Nikeri en maakte het volgende verslag. Goedemiddag kijkers, wij staan bij de zeedijk waar je heel wat activiteit ziet. Ik ga met een paar vissers praten over hoe het vissersleven, vooral in Nieuw-Nikeri en de vissersdijk, eruit ziet. Want je ziet, er is veel activiteit. En wij gaan proberen om wat meer te weten te komen hoe het eraan toe gaat in dit gedeelte van Suriname. Okay, meneer Maharadje, wat ik schrijf in de visserijsector van de zeedijk? Helemaal slecht. Dus al lange president bij beloofd dat we ons Taiwan dijk ja niks. Maar ons schrijf veel moet je al hier president ja. Next en jagi klukuno ama beloofd oké. Ama wat ting eten voor meka dijk. Dat we aan het kijken lukken. Alle de visie maar we gaan we nog maar wakker. We vaden een machine de broki alasani broko. We vaden ik kon amoro bunto gewi alle voor je. En dan ik ga schrijf in een afisie roko. Ik heb een officier gekozen om te werken. Ik heb een botte in de botte. Ik heb een botte in de Guyanese. Ik hoop dat de president van de Guyanese vergunning heeft gekozen. Maar vanaf Jago niet komen wijnen. Ik heb een strandamaan gekozen. Ik heb een Guyanese gekozen. Minister Sildin had de vorige week aangegeven dat de kwestie van de visvergunningen bekeken zouden worden. Omdat het ze ter oren is gekomen dat vergunningen worden verhuurd. Maharaji zegt dat het inderdaad niet goed is, maar dat het niet de kleine boothouders zijn die deze praktijken uithalen. De minister weet precies wie vergunningen verhuurt, maar hij wil de kleine vissers duperen, meent Maharaji. Ja, maar minister, moest je dat lukken om bijna 10 vergunningen 12 uur. En ook kanto, dat nog kanto. En zo nooit dat kon er wel draaien. Dan moest je beginnen lukken per afvouden, per een botomande of per een... Maar zij joden vergunnen. Maar ik kan alle Guyanese joden vergunnen. No, als er een man nog een jura vergunnen, is er een man. Mia vergunnen. No, een Guyanese nog een jura. De man jura vergunnen, 2000, 3000 dollar. Dat nog kan. Hoe man kan ting pani. En alle den boto sidon, eigenaar negoroko, fadat kan. En one boto eigenaar moest de sairoko. Ja, voor boto dan voor Guyanese roko. Eigenaar nodig. Eigenaar negoroko nog een voor een boto. Als dan dat nog kan toch. De boothouders geven aan dat de president heeft beloofd dat er een dijk zou komen, maar dat zij niet langer kunnen wachten. Het gevaar is nog steeds aanwezig en sommige boothouders zijn reeds begonnen hun deel te schoeien tegen het zeewater. Omdat voedang, oké, dit we kunnen een wifvervoer, we moeten vervoer zeedang, dat de boten ik kan een lading visie, dat de man zijn kon bij de visie, dat de tapad dan een paar keer. Dat na één, dan verkeer etapuja. Dan wie wan pot moro, wan go moro insee, fu pot wie vervoer, goa insee moro, tweede wang, de suma ikon kan kan parkeer ja, dan a verkeer fu lanti a de vrij. Des no wan probleem no de. Des a pasi dis o de vrij. Al a sani upan baro weg, o de vrij, en jalas abeng abra spring iteng abe abra watragosu misi lanti ek odes owe ma ikong ane do next mi afugu in misaka mi bike lay fu alis grong na de craft machine mi potenja mi tapai her siki fu drape mi tapeng en u bega DC na nga manir kicilo na wa RR of ya RR ama hepunu puru manir kicilo fuga DC DC direct attack opsi in hafuru sende mangfuing owe nangasani tumanja fukon luk sang uani oke de mangkong akord. De DC kijkt uit naar alternatieven om de drukte bij de aanmeersteiger te voorkomen.